Hartelijk welkom bij Topsport Talk van Rotterdam Topsport. Als gevolg van de coronacrisis kunnen we fysiek niet bij elkaar komen. Geen sportevenementen bijwonen, sterker nog, die zijn er niet. En dus praten jullie op deze manier bij met dit webinar over alles wat er aan de hand is, alles wat er speelt in de Rotterdamse topsportwereld. We praten op deze plek in de studio met Peter Blanger. Hartelijk welkom, directeur van Rotterdam Topsport. We gaan via Skype, via dit prachtige scherm, er een aantal mensen bij betrekken. Iemand van Ahoy, de voorzitter van Hockeyclub Rotterdam. Twee sporters, iemand van de KNGU. En ook met de sportwethouder Sven de Lange. Maar we beginnen met jou, Peter. Hoe bevalt het jou eigenlijk om zo lang thuis te moeten werken? Nou, zonder evenementen en zonder uitzicht op sport in de week. Het is echt afzien. Maar inmiddels na 6 weken, we zijn er natuurlijk een soort van aangewend. Maar het is wel, het is eigenlijk stuitend als je ziet hoeveel mooie sportevenementen we in de stad op het programma hadden staan. Dat die allemaal niet door hebben kunnen gaan. Ja, het is uitermate vervelend. Maar ja, we snappen natuurlijk wel waardoor dat komt. Je zegt stuitend. Je bent zelf ook gaan stuiteren op het wegdek toen je aan het fietsen was. Dat is niet zo'n heel leuk bruggetje, maar het is wel wat er gebeurd is. Nee, nou ja, we zijn niet helemaal heel meer. En een beetje ook schaduw voor de man, dat kan tegenwoordig ook. Maar ik ben inderdaad gevallen van het weekend. Dus onkunde op de racefiets in combinatie met een hoog zwaartepunt. Het is allemaal wat pijnlijk en beurs, maar voor de rest niks blijvends. Dus het komt allemaal goed. Kun je concreet maken wat voor jullie als organisatie, voor de topsport in deze stad, de concrete gevolgen zijn van alles wat er nu speelt in de wereld? Ja, nou ja, aan de evenementenkant zeiden we net al, een hoop evenementen die zijn niet doorgegaan. In ieder geval tot aan 1 september is alles afgelast. En we moeten nog maar bezien of we aan het einde van het jaar nog een inhaalslag kunnen maken. Alle topsporttrainingsprogramma's die liggen stil. Alle topsportverenigingen en ook alle breedtesportverenigingen die zijn natuurlijk stilgelegd. En nu weer langzamerhand voor de allerjongste doelgroepen mondjesmaat gaan opstarten. Ja, kortom, het is eigenlijk heel vervelend. Want grotendeels zijn we natuurlijk helemaal lamgelegd als organisatie in hetgeen waarvoor wij in het leven zijn geroepen. En dat is het faciliteren van een geweldige topsportinfrastructuur in deze mooie stad. Ja, nu kun je ook je zakenrelaties en andere mensen niet zien. Daarom maken we dit programma niet alleen voor hen, maar echt voor iedereen waar jullie normaal gesproken fysiek contact mee hebben. Ja, zeker onze sporters, onze sportverenigingen, maar zeker ook ons zakelijk netwerk. Ja, dat is allemaal onmogelijk om die natuurlijk nu fysiek te treffen. Geen sportevenementen en niet mogelijk om in grote groepen bij elkaar te komen. Dus we zijn min of meer gedwongen en genoodzaakt om ook met dit soort innovatieve podia onze boodschap ook verder over de bühne te brengen. Nu weet jij als gouden Olympier, 96, we zeggen het maar één keer vandaag, Peter, beloof ik je. Als geen ander hoe groot de impact van die Spelen is. Er was een programma. 0-10 naar Tokio met talenten. Hoe staat dat er nu voor? Want dat is een jaar opgeschoven natuurlijk. Ja, nou gelukkig blijven de Olympische Spelen in Tokio. Nog steeds Tokio 2020. Alleen hij gaat gehouden worden in 2021. Dus we hebben eigenlijk ons programma en onze 0-10 op weg naar Tokio actie gewoon met een jaar verlengd. Daar gaan we mee door. De signalen waren al heel positief. We hebben heel veel sporters ook al kunnen helpen in hun voorbereiding op Tokio. Ja, we verlengen het gewoon. Het is niet anders. Ten slotte voor dit gedeelte van het gesprek, want je blijft erbij als we via Skype andere mensen bij dit gesprek gaan betrekken. Hoe hou je contact met je partners en sponsoren in deze periode? Ja, veel één-op-één contacten. Iedere partner bij ons heeft natuurlijk ook zijn eigen accountmanager, zoals dat dan in zakelijke kringen heeft. En ja, wij zijn sowieso een netwerkorganisatie aan die kant die erop is ingericht om heel nauw contact te hebben. Het is een hele selecte doelgroep ook. Een aantal partners zijn al heel lang aan Rotterdam Topsport verbonden. Dus ja, we hebben heel veel één-op-één contact. En met een aantal partners, waaronder ook hier. Jij bent ook een partner natuurlijk gewoon van ons. Ja, wij houden veel contact met hun. We bellen, we skypen, we appen. Het leven gaat door, hè. Dus er komt straks ook weer een tijd na corona. Peter Blanger gebruikte de term skypen al. Dat gaan wij nu ook doen met Jeroen Hetsbergen en Marhinde Verkerk. De hockeyer en de judoka, daar zitten ze keurig. Allebei in totale lockdown of niet, Marhinde, bij jou om te beginnen? Nee, niet totale lockdown hoor. Ik kom nog wel naar buiten en ik sport vooral hier buiten. Ja, wat ben je aan het doen allemaal? Fietsen, hardlopen en andere topsporters uitdagen om met mij te trainen. Eigenlijk met het minimale wat we hebben. En daarbij ben ik een klein beetje aan het judo met mijn broer. Dat heb ik kunnen regelen via mijn sponsor in de loods wat zij hebben. Daar hebben we een matje van 3x4 uur kunnen leggen. En daar kan ik toch een beetje stoeien. Het is niet hetzelfde als een wedstrijdtraining natuurlijk. Maar ik kan wel
ja, gewoon de feeling houden van sport, van judo. Ja, en terwijl je uitlegt wat je wel doet, was Jeroen aan het wandelen, geloof ik. In Huizen Hertsbergen, die riante tuin in, geloof ik, hè, Jeroen? Nou, ik was vooral even naar buiten aan het lopen, want ik heb natuurlijk twee kleine kids, dus de helft van de tijd hoor ik mezelf niet meer. Dus ik zit nu rustig in de tuin en dan kan ik jullie heel goed horen, dus dat is wat fijner. Hoe kom jij je tijd door? Nou ja, eigenlijk zoals je ziet, het is mijn achtertuin en dat is tegelijkertijd mijn, hoe zal ik het zeggen, huis, papa, speelparadijs en mijn eigen trainings. Backyard, zoals dat heet. Ja, zag je nou een hockeybal liggen of niet? Ja, ik heb van alles liggen. Alles in de aanbieding. Ja. Ik weet niet wat je zin in hebt. Ik heb hockeyballen, voetballen, tennisballen, golfballen. Wat je wilt. Kan allemaal. En kunstgras natuurlijk. Hè? Het is allemaal wel voorbereid op je normale professie ook. Ja, nou. Laten we het daar maar op houden. Maar ik moet zeggen, met het Nederlands klimaat is kunstgras zeker aan te raden. Peter, jij weet als geen ander hoe belangrijk focus is om te presteren. Wat gebeurt er in een mensleven als het momentum ineens een jaar verplaatst? Ja, het is wel heel ver weg. Want een jaar verder betekent, nou, in het geval van Jeroen en Marhinde, dat je natuurlijk weer honderden trainingen in het vooruitzicht hebt. Voordat je uiteindelijk tot die Olympische Spelen gaat komen. Waar je eigenlijk nu al op had gerekend dat je er heel dichtbij zou zijn. Dus ja, dat is wel even schakelen. Ik ben ook heel benieuwd hoe zij dat hebben ervaren. Ja, we horen een beetje de ruis bij Jeroen, maar dat mag, hè, want het is allemaal live dit. Jeroen. Hoe was het voor jou toen je definitief voor die Spelen gaan een jaar verder de tijd in? Dat is natuurlijk niet niks. Dan gaat er van alles door je hoofd. Bij mij ging eigenlijk meteen door mijn hoofd, 16 maanden in plaats van 4. Dat is het eerste wat bij mij te binnen schoot. Ten tweede schoot mij ook wel meteen, en dat is dan misschien iets te competitief gedacht, is dat ik dacht, nou, een jaartje extra voorbereiding kan geen kwaad. Dat heeft dan gewoon puur te maken met het feit dat wij niet een heel super 2019 hebben gehad. Dus wij kunnen op zich nog wel wat extra tijd. Ja, dat was even ellendig, hè? Peter net zei, klopt volledig. Je hebt in je hoofd dat je binnen een paar maanden op een van de hoogtepunten van je carrière moet zitten. En opeens wordt dat met een jaar uitgesteld. Dat is aan de ene kant is dat heel gek. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat wij doen. Hè? We hebben natuurlijk ook een competitie. We hebben EK's. We hebben andere toernooien. Ja. Dus er begint in september gewoon weer een nieuw seizoen. Met ook weer kleine piekjes tussendoor. Dus het is in die zin ook wel gewoon weer kijken. Oké, wat is nu het eerstvolgende? En dan uiteindelijk voorjaar 2021, ja, dan is natuurlijk weer de volle focus weer op Tokio. Maar dat het een gekke, gestoorde situatie is, dat zeker. Ja. Marinde, heb jij al een nieuw schema of gun jezelf nu ook gewoon even rust? Wat ook logisch zou zijn volgens mij. Nou, nee, ik gun mezelf zeker niet de rust. Ik ben vooral bezig om toch zo fit mogelijk te blijven. En te gaan kijken naar hoe ik ervoor kan zorgen dat ik er weer zo fit mogelijk sta op het moment dat het weer kan. En het moment wanneer dat kan is voor mij is natuurlijk voor iedereen onzeker, maar voor judo helemaal. Want wanneer we allemaal weer volledig met elkaar in contact mogen, is echt de vraag. En dat wereldwijd iedereen weer mag gaan vliegen en mag judoën. Ik doe het wel iets rustiger aan. Ja, ik zal wel moeten, want ik kan niet voluit judoën. Dus in die zin heb ik er iets van, gewoon vooral de rust bewaren en doen wat je kan en op die manier fit blijven. Het is heel gek, want je kan gewoon niet doen wat je wil en je weet ook niet wanneer je weer moet starten. Maar voor mij is het cruciaal dat als ik weer mag, dat ik wel weer volle bak kan gaan, omdat ik nog de concurrentiestrijd heb uit te vechten. Ja, nu heeft Jeroen al een soort analyse van tegenstanders gemaakt. Zeg heel eerlijk, wij waren niet aan het beste jaar bezig. Hebben nu een jaar langere tijd om in vorm te raken. Heb jij al aan een analyse van tegenstanders en jezelf gedaan? Nou ja, voor mij kwam het in die zin dat het een jaar verder is ook niet heel verkeerd uit. Want ik raakte geblesseerd in het begin van het seizoen, in januari. Dus het was voor mij sowieso al een race tegen de klok om echt topfit op mijn wedstrijden te staan. Dus dit geeft mij weer meer de tijd om volledig te herstellen. Nou, dat ben ik intussen wel. En dan vervolgens zorgen dat ik 100% fit de kwalificatie kan beginnen.
Dus ja, deze tijd geeft mij ook de tijd om analyses te doen. Maar ja, en naar mijn tegenstanders te kijken. Zeker. Ja, elk nadeel heeft een voordeel, zijn groot voetballer ooit is. Hè? Dus die speelt nog een jaartje in de Kuip hier achter ons. Helemaal waar. Maakte Feyenoord kampioen in 84. Peter heeft net verteld dat hij veel fiets in deze periode. Vond zichzelf van de week, ik zeg het zonder enige ironie, terug op een fietspad. Met een helm in zijn handen. Hebben jullie nog tips voor iedereen die kijkt, jongens, om fit te blijven in deze tijd? Jeroen? Ja, ik heb op zich wel wat tips. Het is namelijk ook wel weer een kans, hè? Want het is heel makkelijk om nu te zeggen, nou, de hele sportwereld ligt stil. Dus nou, we gaan maar wachten totdat het volgende moment er weer is dat we met z'n allen mogen. Maar het is ook wel weer een periode om te zeggen, nou, als ik nu gas geef, kan ik dus of inlopen of uitlopen op concurrenten. Dat is natuurlijk ook wel goed om erbij te vertellen. En ik denk dat je het wel zo moet zien. Want het was dus 16 maanden in plaats van 4 maanden naar Tokio. Maar ja, de kans dat we straks pas weer in september op het veld staan is best wel groot. En dan is het opeens nog maar 10, 11 maanden. Hey, maar nu even voor de mensen thuis, Jeroen, die minder sporten dan jij. Welke tips heb je voor ze? Oké, nou, ik zou zeggen, probeer het een beetje te combineren. Dus probeer verschillende dingen te doen. Ik zou zeggen, probeer om de dag iets te doen. Je kan hardlopen, je kan fietsen, je kan online alles kopen voor thuistrainingen. Een matje, een touwtje springen, een elastiek. Wat leuk zeg allemaal. Op YouTube zijn er duizenden workouts die je allemaal kan vinden. Dus, dat is in ieder geval wat ik doe. Ik doe om de dag iets anders. Je kan het gezien dat je Blanchet wat mee hebt, Peter. Ja, nee, zeker. Ik zit al te kijken naar de Herzberger Playground achter. Wat daar allemaal staat aan spullen. Want volgens mij is dat wat Jeroen allemaal net vertelt. Dat heeft hij allemaal zelf aangeschaft. En daar is hij dagelijks mee aan de gang met de kinderen. Marinde, nu geeft Jeroen ons een veelheid aan tips. Heb jij één gouden tip voor ons? Nou, volg ons op Instagram of andere social media kanalen. Kijk. Want wij zijn regelmatig online aan het sporten. En je kan meedoen. En het grappige en toevallige is dat ik Jeroen Hertwergen achter de schermen heb uitgedaagd om met mij te gaan trainen. Dat is volgende week woensdag. Zo. En dan wordt het een judo/hockey training. En hij gaat oefeningen doen die ik dagelijks doe en vice versa. Om maar te zeggen, als je alle social media kanalen en YouTube in de gaten houdt, kan je je abonneren bij sporters of mensen die programma's maken. En dan hoef je het niet altijd zelf te bedenken. Mooi. Maar kan je meedoen met ons. En dat is gewoon superleuk. Ja. Jeroen, ben je wel bewust dat judoka's graag werpen met mensen? Ja, daarom ben ik al lang blij dat ik niet in dezelfde ruimte ben als Minde. Anders denk ik niet dat ik het had overleefd. Nee. Ik heb die achtertuin, die tuin bij jou is wel heel geschikt. Hij verheugt zich erop, zien jullie dat? Jongens, bedankt hè. Het beste in deze gekke tijd. De tuin is dag. Genoeg dat ik in ieder geval kan wegrennen, denk ik. Dus we zouden het wel in deze tuin kunnen doen. Dan kan ik in ieder geval zorgen dat je achter me aan moet rennen in plaats van dat je me te grazen neemt. Nee, dat is ontzettend leuk en ik heb er ontzettend veel zin in. Ja. Ik dat denk meent dat hij, op hoor. Deze manier, kan iedereen gewoon inschakelen en meedoen. En het mooie is, je kan ook niet voor paal staan, want niemand ziet je. Dus je kan ook gewoon meekijken. Okay. En dan kan je het gewoon zelf best. Ook jij, Jan Deer, kan meedoen. Ik ben er. Ja. Bedankt voor alles. Hoi. Hey, succes. Mooi, houden we je aan. Hoi. Dankjewel. Yo. Hoi. Ja, van mensen die een jaar later naar Tokio gaan, Marinde gaat zich kwalificeren, weten wij bij Rotterdam Topsport gewoon zeker, naar iemand die een prachtige locatie in onze stad vertegenwoordigt. Jurgen Hoekstra van Ahoy. Maar eerst nog één vraag aan Peter Blanchet. Ja, dit is één van jullie partners waar jullie heel nauw mee samenwerken. Ja, die simpelweg, het is treurig om te zeggen, hard getroffen zijn door dit alles, hè? Ja, dat is natuurlijk dramatisch. We hadden de afgelopen weken onder andere een handbalinterland in Ahoy op het programma staan. Nederland-Spanje, de rematch van een WK-finale. We zouden weer de korfbalfinale in deze stad gaan hosten, weer nadat er sinds 5 jaar. Dus nou ja, dat waren 2 evenementen geweest waarin we 2 weekenden achter elkaar ruim 10.000 man in Ahoy hadden gehad. Nou, dat is er allemaal niet van gekomen. Ja, Jurgen Hoekstra, manager entertainment en sports bij Ahoy. Ja, om het leed, ja, ik wil het leed niet groter maken, hè, maar in een periode waarin heel die stad, heel het land, heel Europa had moeten toeleven naar het Songfestival, zijn jullie noodhospitaal geworden. Knijp jij jezelf wel eens in de arm dat je denkt van, wat is er aan de hand in mijn wereld? Ja, absoluut, Jan Dirk. Dat is natuurlijk het moment dat wij hoorden dat we het Songfestival mochten organiseren in Ahoy, in Rotterdam. Dat hoor je eind van de zomer voor het grootste televisie-evenement dat er is. Ja, dan ga je met het hele bedrijf in zo'n sneltreinvaart
met het hele team uit Hilversum om dit te organiseren. Ja, en dan wordt dat in één keer zo bruut tot stilstand gebracht, hè, die trein. Hè. En vervolgens hoor je dan, moet je daarna een noodhospitaal gaan bouwen in 2 weken. Dus ja, dat is echt onwerkelijk. Hij is nu wel geland, zeg maar. Maar het is echt heel onwerkelijk geweest. Mag ik je vragen? Ik ga het gewoon doen. Je bepaalt zelf hoeveel je gaat in je antwoord. Hoe jullie er zakelijk voor staan, Jurgen? Ja, kijk, er komt op dit moment natuurlijk gewoon 0 euro binnen, Jan-Dirk. En Ahoy is gelukkig een gezond bedrijf. Hè? Maar dit kan natuurlijk niet tot in de eeuwigheid doorgaan. Het ziet op dit moment gewoon niet zo heel goed uit. En de evenementenbranche is natuurlijk ook de branche die het langst getroffen gaat worden. Het is natuurlijk nu tot 1 september. Maar ja, de vraag is nog even hoe lang dat nog verder gaat duren. En ik was bij jullie, Jurgen. Ik was bij jullie een paar weken geleden op vrijdag, aan het begin van deze crisis. Hè, toen Rutte net die persconferentie op donderdagavond had gegeven. En ik stapte in jullie gebouw. Heb ik tegen veel mensen gezegd daarna. Voor mijn gevoel een begrafenis en een crematie tegelijk binnen. Zo groot was de pijn bij mensen bij jullie. Ja, dat klopt. Jij stapte toen precies ook binnen bij Hessel en Tessen. Ja. We zaten daarboven met hun. En we waren met hun aan het repeteren voor hun grote show. Fantastisch mooi verhaal van de kroegbaas van Terschelling. Die zijn tweede show in Ahoy zou geven. Ja, ja. En wij hoorden daar, en jij zat daar inderdaad bij. Toevallig. Dat dus niet doorging. Ja, dat was... Het was eigenlijk niet te overzien wat er toen gebeurde inderdaad. Peter, hoor jij... Want dit is echt gewoon een heel treurig en intens triest verhaal. Hè? Mm-hmm. Het gaat om banen van mensen, het gaat om de toekomst van de stad, zou je kunnen zeggen. Heb jij sponsoren, partners aan de lijn die ook dit meemaken? Nou ja, alles wat in de hotellerie zit natuurlijk is een hoop ellende. We hebben meerdere hotels die aan ons verbonden zijn, aan ons partnernetwerk. De toeleveranciers van de evenementen, onder andere ook een aantal toeleveranciers die ook nauw betrokken zijn bij Ahoy. Ja, dat is daar natuurlijk, daar loopt het bloed door de gangen. We kunnen het niet anders omschrijven. Dat is natuurlijk echt dramatisch. Nee, het past ook bij deze stad om eerlijk te zijn, Jurgen. Bij jullie wordt ook nog een ander gebouw neergezet. Ik zeg het wat simpel, de RTM Stage. Wat betekent dit alles voor die ontwikkeling? Ja, dat gaat gelukkig nog goed, Jan-Dirk. Zij loopt nog steeds op schema. Dus oplevering nog steeds half september van dit jaar. En voorlopig gaat dat gewoon goed op schema, gelukkig. Gelukkig maar. Hoe het verder gaat, weet toch niet iedereen zeker. Bijna niemand weet dat zeker, moet ik goed zeggen. Nog 2 concrete zaken die net door Peter al benoemd werden. De zaalkorfbalfinale en die handbalinterland. Is daar al een nieuw perspectief? Ja, nou we hadden eigenlijk 5 hele mooie topsportevenementen of sportevenementen die wij in deze periode gaan missen. Dat is handbal is er zeker één van. Ja, dat was natuurlijk echt een cadeautje dat we die in Ahoy mochten organiseren, die kwalificatie. We zijn nog heel lang met de handbalbond en de internationale handbalbond op zoek geweest naar alternatieven. Even hopelijk iets later. Hè, maar in deze periode is echt zo wat je deze week verzint, is eigenlijk volgende week weer verouderd. Dus uiteindelijk heeft dat er nooit van mogen komen. We hebben ook nog gekeken naar later in het jaar. Om in september te kijken om iets te organiseren. Maar uiteindelijk heeft de Internationale Handbalbond besloten om gewoon dat helemaal niet te kwalificeren. En waardoor de dames gekwalificeerd zijn. Dat waren ze natuurlijk al bijna. Dus die gaan gewoon door. En korfbal heeft natuurlijk ook besloten om de hele competitie niet verder uit te spelen. Dus inderdaad... De langverwachte rentree van de traditie, de Road to Ahoy, die moeten we nog een jaartje opschrijven. En dus volgend jaar wordt dan weer de eerste keer. Dan de echte rentree van die zaalkorfbalfinale. Echt een instituut ook, hè? Ja, absoluut. Absoluut. We kijken er enorm naar uit. Het heeft natuurlijk zo'n rijke traditie in Ahoy. Ze hebben natuurlijk een uitstapje gemaakt een paar jaar naar Amsterdam. En we zijn nu gelukkig weer terug. Ja, wij kijken ontzettend naar uit om daar weer een heel groot succes van te maken. Ja, die fout is ze vergeven, maar dat zeg ik op persoonlijke titel, zeg ik er met nadruk even bij. Hè? Ja, heel goed. Dankjewel. Ja. Jurgen, nog 3 PDC Darts. Hè? Ook een sportevenement. Die hebben natuurlijk ook moeten verplaatsen. Die hadden in maart moeten plaatsvinden. Glory Kickboxing die heeft afgelopen week gecommuniceerd dat die ook is verplaatst. En we gaan daar later nog praten over het NK Turnen, die ook niet doorgaat. Ja, we praten helaas zo met iemand van de KNGU in deze uitzending, dit programma. Ja. Ja, nou past het bij deze stad om altijd weer op te staan, zeker in die meiperiode waarin we herdenken en gedenken, dan komt dat alles naar voren. Ja, het is
Ja, ik krijg nu weer dat gevoel in mijn maag als ik met jou praat hoe zwaar het bij jullie is. Maar we zijn ook een stad waarin sterker door strijd altijd een waarheid blijkt te zijn, hè Jurgen? Ja, 100%. Kijk, het is natuurlijk echt heel zwaar en het is voor lange tijd onzeker. Maar wij zijn natuurlijk achter de schermen alweer druk bezig om te kijken welke dingen kunnen we nou wel opstarten. Wij doen natuurlijk congressen, we doen beurzen, zakelijke beurzen en consumenten en evenementen. En welke takken van sport kunnen we nou weer gaan opstarten als we dadelijk een 1,5 meter economie hebben. We zijn zelfs aan het kijken in voor entertainment, hoe zou dat kunnen werken. We weten allemaal, draait bij ons om beleving bij dat soort shows. En veel mensen en met z'n allen wat beleven. Maar goed, wij zijn wel aan het kijken van hoe kunnen we het gewoon wel mogelijk maken. Om dadelijk gewoon met een lagere capaciteit toch bij elkaar te zitten. En toch te genieten van de mooie voorstelling. Dus daar zijn we zeker mee bezig. Sterkte daarbij mensen. Een hoi. We houden van jullie. Dankjewel. Zet hem op. Oké, hey, succes. Yo. Tot ziens. Wat een heftig verhaal van de mensen uit de hooi die we allemaal kennen in deze stad. Ook Peter, dat zie ik aan je zonder de indruk. Dan gaan we een dame verwelkomen in deze show. Hartelijk welkom, Manon Krijns, plaatsvervangend directeur van de KNGU. Jullie zouden eind juni in de hooi voor de 10e keer alweer het NK-turnen organiseren. Maar ook jullie moesten volgens mij plan B bedenken. Hoe zit dit? Ja, dat klopt. Jammer genoeg. We hadden al redelijk snel toen corona wat serieuzere omvang begon te krijgen, doordat het wedstrijdseizoen in de huidige vorm niet meer goed georganiseerd kon worden. En toen hebben we redelijk snel zijn we gaan doorrekenen wat dat zou betekenen voor ons NK eind juni. Omdat wij daar altijd met 7 disciplines bij elkaar komen en in totaal 5000 deelnemers altijd daar verwelkomen. Dus toen werd al redelijk snel duidelijk dat als zeker in onze sport een tijdje niet getraind wordt, het niet meer echt verantwoord is om wedstrijden te sporten. Dus toen werd het zo van ja, wanneer komt dat omslagpunt? En al snel rekensom makend kwamen we tot de conclusie dat als je al in mei, dat was in de eerste fase, kon beginnen met het opstarten van je wedstrijdseizoen, dat je dan nooit alles gepland kreeg voor eind juni. Dus ik moest al redelijk snel met Jurgen bellen van ja, volgens mij moet je aan plan B gaan denken. En plan B was in eerste instantie, wat kunnen we wel? Want dat was ook nog in de fase dat de Olympische Spelen nog niet geannuleerd waren en wij onze kwalificatie voor de damesturnploeg daar hadden gepland. Dus we zaten nog in het omslagpunt, ja, die 5000 deelnemers is misschien niet realistisch, maar hey, die dames, ja, daar willen we toch iets mee in Ahoy als dat kan. Maar goed, toen die Olympische Spelen niet doorgingen, werd dus al echt snel duidelijk dat het allemaal niet meer zo in de huidige opzet zou kunnen. Toen hebben we zelfs nog gekeken, kunnen we dan iets anders? Want Ahoy is natuurlijk wel een prachtige plek om iets te organiseren. En we vinden het ook altijd leuk om daar te zijn. Maar waag het niet die stad uit te gaan, hè? Nee, gaan we zeker niet doen. Nee, juist niet. We hebben echt ook wel naast te denken, wat kunnen we wel? En zeker ook voor de recreatiesport. Want we hebben een hele grote achterban van, vooral meisjes moet ik wel toegeven. Maar die het ook gewoon leuk vinden om die gymsport te beleven. En dat kan natuurlijk in Ahoy ook op een andere manier. Alleen ja, nu zijn we alweer een paar weken verder. En de vraag is natuurlijk wel of straks eind juni duizenden mensen naar Ahoy gaan struinen. Om daar wat te gaan doen. Dus toen dachten we, dat is denk ik een te groot risico voor wel, zowel voor Ahoy als voor ons. Het lijkt erop dat we dit jaar niet in Ahoy gaan zijn met de KNGU. En dat is wel echt voor heel veel mensen heel verdrietig. En ik merk ook zeker in het land dat Ahoy, wat echt het feestje is aan het einde van het seizoen. Dat ook echt de sporters heel teleurgesteld zijn dat ze nu niet naar Ahoy kunnen gaan. Sommige mensen zouden ook hun laatste wedstrijd turnen dit jaar in Ahoy. Ja, verschrikkelijk. Peter, ook jij hebt, dan moeten we wel terug in de tijd, maar een bijzondere band met dat gebouw in onze stad. Ja, in de vorige eeuw hebben we er een aantal keer mogen spelen met het Nederlands team natuurlijk. En niet te onsuccesvol mag ik wel zeggen. We hebben daar voor het eerst toen echt Italië verslagen in de World League finale in juni 96. Een maandje voor de Olympische Spelen van Atlanta. Ja. 22-20 in de vijfde set. Toen konden er nog maar 9.500 man in Ahoy, maar die zaten er toen ook. En ja, dat werd een kolkende vijfzetter met een apotheose die we niet van tevoren hadden zien aankomen. Ja, dan naar Manon Krijns terug. Er wordt gesproken over de nieuwe werkelijkheid, hè? Een 1,5 meter samenleving. Ja, niemand weet helemaal zeker of die er helemaal komt, hè? Maar hoe kijk je naar die ontwikkeling in het licht van jullie mooie sport? Ja, ingewikkeld, kan ik eerlijk toegeven. Ja. Zeker toen 2 weken geleden genoemd werd, er komt een persconferentie en hou rekening met de nieuwe 1,5 meter samenleving. Zijn we echt als de wiedeweerger gaan nadenken over binnen turnen, vooral turnen, maar ook de andere disciplines, trampolinespringen, acro. Over hoe kun je dat in hemelsnaam doen in 1,5 meter samenleving?
Maar goed, toen kregen we de persconferentie en bleek dus dat we ineens naar buiten mochten. En dat is iets wat wij natuurlijk ook niet per se gewend zijn. Nee. En ik merk ook dat gemeentes dat ook lastig vinden. Hè? Want ook in de voorbereiding met NOC-NSF hebben we ook wel regelmatig samengeroepen vanuit kantoor. Wij zijn echt, we vertegenwoordigen 225.000 kinderen onder de 18 die nu ineens naar buiten moeten. En in veel gemeentes krijgen ze geen plek, kan ik je vertellen. Want het is toch eerst de buitensport en dan het aanbod wat de gemeente misschien zelf gaat organiseren voor niet-leden. En dan, we hebben ook nog binnensporten, laten we eens kijken. En we hebben natuurlijk wel ook geroepen, gaan niet de toestellen naar buiten verslepen. Want dat wordt niet in alle gevallen even veilig gedaan. Nee, chaos, ja. Maar het voordeel van onze sport is natuurlijk wel dat het een breed motorische basis heeft. Dus ga je gewoon buiten weer voorbereiden op het moment dat je binnen kunt gaan turnen. En of trampoline springen of dansen. Ga gewoon nu zorgen dat je buiten fit blijft, dat je lenig blijft, dat je weer je balans gaat oefenen, dat soort dingen. Dus dat dragen we nu heel erg uit. Maar nogmaals, de gemeente moet ons wel toestemming geven om naar buiten te mogen. En dat gebeurt nog niet overal. Dus nee, gaan we in de gaten houden. Ten slotte voor dit deel van het gesprek en met Peter erbij. Ik begreep dat jullie de ambitie hebben om met een aantal sportbonden gezamenlijk iets met die NK's te doen. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Eigenlijk een beetje gebaseerd op de EK's 2 jaar geleden in Glasgow, waar meerdere EK's van verschillende sporten bij elkaar waren, is het idee ontstaan om te kijken of zoiets ook haalbaar is in Nederland. We hebben een aantal bonden oriënterende gesprekken gehad en zitten nu in een soort van vervolgfase samen met de zwembond. Omdat wij en zij samen al het NK in Ahoy hebben. Sorry, in Rotterdam, want zwemmen zit natuurlijk niet in Ahoy. Maar in Rotterdam. En we hebben toevallig 2 weken geleden echt een superleuke call gehad, weliswaar ook online, met een aantal partijen uit Rotterdam. Om te kijken hoe kunnen we nou ons NK, hun NK aan elkaar verbinden. En dat was, ik ging echt stuiterend die call uit. Omdat er gewoon heel veel enthousiasme was, ook bij jullie in de gemeente, om hier samen naar te kijken. Want je begint natuurlijk nu in dit moment, op dit moment nog met 2 bonden. Maar misschien, of 2 sporten. Maar ik hoop dat de andere bonden die nu al in Rotterdam zitten, langzamerhand die aansluiting gaan zoeken. En we misschien volgend jaar al klein kunnen beginnen. En dan hebben we ons tiende NK toch nog op een andere manier leuk in Rotterdam. En dus dat is zwembad, Riem Assebroek, ook over grote Olympiërs gesproken, is dichtbij. Peter, dit moet een ontwikkeling zijn die je toejuicht. Nou, het is natuurlijk geweldig, hè? Het toeval dat het zwemmencentrum natuurlijk recht tegenover Ahoy ligt. Dus we kunnen gewoon over en weer lopen. We hebben niet eens een fietsafstand te overbruggen. Je parkeert 1 keer en je kan naar meerdere NK's toe. En het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als we dat met de KNGU en met de zwembond kunnen faciliteren. En wellicht, kijk, Ahoy is dusdanig groot. Er zijn natuurlijk meerdere hallen daar ook nog beschikbaar. Ja. Dat er nog een andere NK ook nog bij gefaciliteerd zou kunnen worden. Ja, en als ik dan diep in mijn hart kijk, dan zou ik zeggen, jongens, hoe mooi zou het zijn als we daar ook nog iets met een balletje en een netje organiseren in de vorm van een mooi potje volleybal erbij. Ja. Dat kan gewoon. Hè? Praktisch gezien biedt dat gebied alle kansen en mogelijkheden om daar meerdere NK's te hosten. Dus een geweldig idee. Dat is mooi. Manon, dankjewel voor dit moment. Hè. Hou vol. Jullie ook. Dankjewel. Dankjewel. Succes. Succes. Doei. Ja, mooi om te zien hoe iets negatiefs als deze crisis toch tot iets moois kan leiden. Met misschien wel een NK in meerdere sporten in onze stad tegelijk. Dan gaan we praten, Peter en ik, via Skype met Diederik Chevalier, voorzitter van Hockeyclub Rotterdam. Hoe staat jullie mooie club ervoor op dit moment? Nou ja, op dit moment wordt er heel hard gewerkt door een hele grote groep met het herstarten van de jeugdtrainingen. En dat is onze eerste belangrijke taak die we op dit moment aan het uitvoeren zijn. En een forse taak, hè, met een vereniging van de grootte en omvang van die van jullie. Ja, en dan met name veel in de jeugd. We hebben 1700 jeugdleden die straks weer de velden op moeten. Ja, hoe doe je dat als club? Was je hierop voorbereid overigens om dit weer te handelen met elkaar? Nou, we hebben niet stilgezeten in de afgelopen weken. Dus we hebben daar al wel, al voorbereidingen hadden we daarop getroffen. Maar uiteindelijk is het echt heel veel werk geweest. Hey, jullie zijn ook een topsportvereniging. Hè? Bij jullie komen breedte en topsport samen. Dat is het mooie aan HCR. Heeft dit wat er nu gebeurt, het stilleggen van competities, gevolgen voor spelers, trainers, vergoedingen die mensen ontvangen? Ja, nou, we hebben veel gesprekken daar al over gehad. Want bij ons begint de competitie, net als bij voetbal, weer begin september. Dus ja, we zijn eigenlijk al sinds de winter natuurlijk bezig met spelerscontracten en hoe gaan we daarmee door. We hebben dat wel even on hold gezet, maar die gesprekken zijn nu echt in de afrondende fase voor het komend seizoen. Ja, maar ja, hier kun je ook niet op voorbereiden volgens mij als bestuurder, als voorzitter, helemaal niet. Nee, helemaal niet, dat klopt. En dan nog maar niet te bedenken dat we
straks misschien helemaal niet zouden kunnen starten. Hè? Dat is ook nog, hangt ook nog boven ons. Maar we gaan ervan uit dat we dus per september starten. En wat we hebben gedaan is in alle openheid alles neergelegd, ook bij de spelers, er heel erg bij betrokken. En wij gaan, en we hebben ook toch wel gevraagd aan de spelers of ze wat kunnen doen aan salarissen. Allemaal ja gezegd natuurlijk. Wat zei je? Allemaal ja gezegd natuurlijk. Nou, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Bij iedereen duurt het even voordat het helemaal... dat je realiseert dat de wereld wel aan het veranderen is, zeg maar. Ja. Krijgen jullie ergens steun, financiële steun? Vandaan uit welke hoek? Ja, we hebben meteen toen dat kon die NOW aangevraagd. Want wij betalen al onze spelers en trainers, hoor, ook in de breedte, betalen wij ook gewoon door. Dat wilden we heel graag. Die hebben zich toch ook natuurlijk allerlei verplichtingen zijn die zelf aangegaan. Dus wij betalen iedereen op dit moment door en gebruiken daarvoor die NOW-regeling. Kloppen topsportverenigingen ook bij jullie aan, Peter? Ja, we hebben natuurlijk ook met onder andere HCR contacten daarover. Om te kijken waar in ieder geval de grootste hiccups zitten. Mm-hmm. Nou ja, in het geval van HCR, nog net niet verteld. Maar het was een van de eerste evenementen die we op Hockeyclub Rotterdam zouden organiseren. Twee mooie interlands van het Nederlands elftal voor de Hockey Pro League. Ja. Australië en Nieuw-Zeeland waren daar twee deelnemende landen. En die waren de eerste die aangaven dat ze niet bereid waren om nog naar Europa te vliegen. Gezien de dreigende beperkingen in het vliegverkeer. Nou ja, die hebben daar goed in gehandeld. Maar dat was het eerste evenement wat wij door de corona-uitbraak hebben moeten cancelen met elkaar. Ja. Dus daar hebben we toen ook met Hockeyclub Rotterdam over geschakeld. Hoe we dat het beste konden vormgeven. Dan naar de actualiteiten. Het ging net even over spelers aan wie jullie vragen en speelsters om misschien wel salaris in te leveren. Gaat dit sowieso gevolgen hebben voor tophockey? Kunnen jullie dingen al plannen eigenlijk? Nou, we hebben, wat eigenlijk Peter net al zei, we hebben met een heel druk programma volgend jaar te maken. A, de Olympische Spelen. En we hebben een aantal spelers die daar ook in het Nederlands elftal zitten. Dat hele programma staat nu op losse schroeven. Betekent dat we nog de hele hoofdklasseindeling zoals we die zouden hebben, die is op dit moment op losse schroeven gekomen. We hebben de Pro League, wat een beetje vergelijkbaar is met de Nations League van voetbal, zeg maar. Die komt daar dwars doorheen. En de voorbereidingen op een Olympische Spelen. Dus het wordt echt nog een echte grote puzzel, maar dat is natuurlijk op internationaal niveau. Ja, en die heeft ook gevolgen voor jullie. In alle facetten natuurlijk, in de volle breedte. Ja, we kunnen nog geen evenement voor volgend jaar in die zin plannen. Want alles is gewoon nog onbekend nu. Sterkte bij het leggen van die ingewikkelde, niet zo'n leuke puzzel. Dank u wel. Ja, dank je wel. De laatste gesprekspartner alweer van Peter Blanger en mij, directeur van Rotterdam Topsport, is Sven de Lange, onze sportwethouder. Maar terwijl ik dat zeg, meneer de Lange, bedenk ik me, u gaat ook over zorg. Heeft dat automatisch prioriteit in deze verwarrende periode? Ja, vanzelfsprekend. De gezondheidszorg staat echt op nummer 1. Er wordt heel veel gedaan in onze stad. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de verpleeghuizen. Waar het soms heel erg moeilijk is. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de daklozen in onze stad. Die hebben echt onze eerste prioriteit. Wat kunt u voor ze doen in uw rol waarin u veel verantwoordelijkheid heeft? Vooral faciliteren. En zorgen dat de aanbieders die ook voor deze specifieke Rotterdammers zorgen... in staat zijn om heel snel te handelen en te doen wat nodig is. Dat is soms heel snel besluiten nemen, zorgen dat het geld er is, zorgen dat er locaties zijn. Maar ik denk eigenlijk dat we trots kunnen zijn op hoe onze stad binnen enkele weken dat allemaal geregeld heeft. Peter, nu is sport, zeker als je dit verhaal van de wethouder weer hoort, meer dan ooit een bijzaak. Mm-hmm. En terwijl ik dat zeg, denk ik, ja, het is ook een middel om in een moeilijke fase van elk mensenleven er weer uit te komen. Dat is een soort van dubbel wel, of niet? Ja, zeker. Kijk, nou ja, sport wordt natuurlijk vaak als middel gezien om mensen heel veel plezier te laten beleven. Zowel zelf aan sport doen en sportparticipatie blijkt een hele goede invloed te hebben op je leven. Op alle stofjes die vrijkomen in het lichaam. Maar ook om naar sportevenementen toe te gaan is natuurlijk voor heel veel mensen belangrijk. Nou ja, we weten allemaal wat hier achter ons gebeurt normaal gesproken bij iedere thuiswedstrijd van Feyenoord. Daarbij is Nederland uniek in het hele sportverenigingsleven. Dus heel veel mensen, ook met alle sportverenigingen, hebben ze nauw contact.
wat echt een heel groot onderdeel uitmaakt van hun leven. Dat is nu op dit moment allemaal even weggevallen. Dus ja, het is een bijzondere tijd. Nou bent u beste wethouder, zeg ik maar. Met heel veel respect, maakt nog net geen buiging ook een groot triatleet. Is dat in uw persoonlijke leven ook weggevallen of is er juist meer tijd voor? Nou, er is niet per se meer tijd voor. Maar het voordeel van triatlon is natuurlijk dat je kansen spreidt qua sporten die je nog kan doen. Dus ja. Het zwemmen binnen is helaas weggevallen. Fietsen doe ik buiten en thuis gewoon op Zwift. Op de home trainer, om het even zo te zeggen, via internet. En hardlopen kan natuurlijk alleen of soms doe ik het met mijn vrouw. Dus dat gaat gelukkig door. Daar kan ik ook mijn woede, mijn boosheid, maar ook mijn momenten om een beetje creatief te worden, die komen dan op dat soort momenten naar boven. Hoor ik u tussen de regels ook zeggen dat u nog niet in het open water bent geweest? Dat kan weer volgens mij, hoor. Noemt u mij nu een mietje? Nee, dat zou ik niet. Nee, maar ik sta tegenover die prachtige Maas hier in Rotterdam-Zuid. Prachtig. In alle eerlijkheid, ik ben nog niet geweest, maar ik ga zo snel mogelijk de Zevenhuizen plas in. Laten we toch over de inhoudelijke gevolgen voor topsport praten. Ook voor breedte sport trouwens. Kunt u daar eens in de algemeenheid iets over zeggen? Overal in de hele breedte, daar vallen natuurlijk klappen. Mm-hmm. In de breedte sport natuurlijk ook. Iedereen weet dat de inkomsten uit kantines, die zijn natuurlijk essentieel voor die verenigingen. Ja, die zijn er niet. De huren van de velden, ja, dat zijn kosten die gemaakt moeten worden. Dus de rekeningen van de gemeente, ja, die stromen rustig aan leeg. En daarmee neemt ook de onrust bij die verenigingen toe. En dat snap ik heel erg goed. Peter zegt net terecht, ja, dat verenigingsleven, dat betekent ook wel heel veel voor de stad. Dus ik vind het ook wel mijn verantwoordelijkheid om daar samen met alle partijen een goede oplossing voor te vinden. Hoe diep deze crisis ook is, dat verenigingsleven kan natuurlijk nooit en ten nimmer ten onder gaan. En vandaag hebben we ook een afspraak met FC, we gaan weer beginnen, zo hebben we het genoemd. Okay. Met de directeuren van Topsport, Sportsupport en ook het sportbedrijf. Met 7 andere verenigingsvoorzitters. Om eigenlijk heel het proces rondom het in stand houden van de sport, maar ook het aanpassen aan de maatregelen om dat gezamenlijk te doen. Bent u daar positief over? Gaan die clubs het allemaal redden trouwens? Niet allemaal. Nee, daar moet ik ook eerlijk in zijn. We hebben heel veel vitale verenigingen. En die moeten we, koste wat het kost, ook echt overeind houden. Maar er waren ook verenigingen die al voor de crisis gewoon kantje boord waren. En net zo goed als in de economie of in andere terreinen van de samenleving. Je kan niet alles redden. En er zijn ook verenigingen die eigenlijk al voor de crisis hoge schulden hadden. En op het puntje van omvallen vielen. En ja, de crisis heeft eigenlijk het omvallen van die verenigingen, denk ik, alleen maar tot een versnelling gebracht. Maar nogmaals, ja, de vitale verenigingen, die moeten we echt overeind houden. Dan over evenementen. Daar is Rotterdam Topsport ook nauw bij betrokken. De marathon is al heel vroeg naar oktober verplaatst, naar 25 oktober. Kunt u zich trouwens voorstellen dat we überhaupt nog grote evenementen hebben in het najaar? Moeilijk. Kijk, mijn sporthart die hunkert natuurlijk naar allerlei sportevenementen. We hebben de lente is natuurlijk een periode van inderdaad de Rotterdamse Marathon, Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaardingen wil ik zeggen. Die is ook prachtig, maar Vlaanderen is nog net iets mooier. Iets groter nog. Ja. Ja, dat mis je nu natuurlijk echt. Ik heb daar wel wat twijfels bij, in alle eerlijkheid. Want dat soort grote evenementen met veel personen, het is maar de vraag of dat in de loop van het jaar ook echt nog mogelijk wordt. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ja, als sportman, ik hoop dat zeer. Dus zo. Laatste vraag, hè. Nou is dit een crisis? Nu heeft Jolande Jansen, directeur van de Hooi, wel eens tegen mij gezegd: ik vind het ook een interessante tijd waarin we als mensheid veel leren. Zit u er ook zo in of overheerst gewoon het feit dat u dag in dag uit bezig bent die sport overeind te houden in die stad? Nee, en dat is misschien ook wat Peter net zei. Kijk, je kan van sport heel erg leren en ik ben een sportman. En was het maar waar dat ook mijn sportleven over rozen is gegaan. En die tegenslagen, die maken je juist sterk. En elke dag begin je weer op het moment waar je bent. En we hebben nu een grote tegenslag gehad. We moeten weer op sommige plekken van begin af aan opbouwen. Ja, ik vind dat inderdaad wel een hele interessante periode. En je ziet ook dat er mensen zijn die echt opstaan. Die weten wat het is om een tandje bij te zetten
en te accepteren dat de situatie nou eenmaal is zoals het is en vanuit daaruit verder te bouwen. Ja, dat is ook, dat zijn lessen uit de sport ja, die je meeneemt als persoon. En ik zie veel mensen ook om mij heen die, dat, die hetzelfde hebben. Mm-hmm. En om af te sluiten misschien met een compliment. Het was vorige week dinsdag dat de regering zei, ja, over een week dan mag de sport weer beginnen. Nou, ja. We kunnen nu constateren, in een week kunnen we in Rotterdam van alles afsluiten bij verenigingen weer naar alles open. Ja, nou ja, ja. Zo goed als open. Ja, dat is toch klasse? Ja, dat is fantastisch. Mm-hmm, sterker door strijd wordt ook bij deze stad, hè? Heb ik al een paar keer gezegd vandaag. Zo is het. Zeer bedankt, Sven de Lange, wethouder. Dankjewel. Hoi, hoi. Dankjewel, Sven. Hoi. Wethouder Sven de Lange was dat. Peter Blanger, je staat hier al een tijdje. We hebben tal van gesprekspartners gehad. Mm-hmm. Ga je anders weg uit deze studio dan je gekomen bent? Heb je ook nog goede dingen kunnen horen? Nou, ik heb er wel weer energie van gekregen. Met name ook de laatste woorden van Sven. Hè, dat we weer in staat zijn van complete lockdown in de sport naar nu weer alles opstarten in de buitenfaciliteiten voor de onder 12 groepen en de onder 18 groepen. Er is weer licht aan het einde van de tunnel. En ja, ik kan ook alleen maar zeggen, jongens, lekker weer in beweging gaan. Zorgen dat we fit blijven. En nou, samen komen we door deze crisis heen. Dat gaat absoluut gebeuren. Goed, mooie woorden aan het einde. Dankjewel. En u bedankt voor het kijken. Houden social media kanalen voor Rotterdam Topsport in de gaten in de komende periode. We blijven van ons laten horen. Dit was de eerste Topsport Talk van Rotterdam Topsport dus. Blijf dicht bij elkaar. Maak er het beste van. En zoals Peter zei, blijf fit. En als allerlaatste, sterker door strijd hoort bij deze stad. We komen hier met elkaar absoluut uit. Dank voor het kijken.